Ik denk, eerst vond ze het nog leuk. Maar toen de bal groter dan haar hoofd leek te gaan worden, probeerde ze te stoppen met blazen. Maar dat hielp niet. De kauwgombal werd groter en groter en voordat ze het wist, slokte de bal haar hoofd op. Het leek wel een ander universum in de bal, met een compleet ander besef van tijd en ruimte. De vrouw maakte de ene naar de andere avontuurlijke wereldreis, zittend in haar lekkere, luie lichtstoel op twee hoog in Oud-Zuid.